Voor de prutselwerk zijn Sniper Shocks en Screaming Shocks als finale. Volgende keek je met Time Rain, dit is een mooie. Maar shells, die heb ik dit jaar niet. It's number one. Oké, dan gaan we verder. Hop. 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 Goed zo, kijk eens. Hoppa. Nog meer. Hop. Weer een Aria, man. Tijd voor een ratelbandje. Supercolor Cracker. Ook de allerlaatste keer. Dit is F3. Niet lachen, dames en heren. Moeilijk, ja, Ruben. Jezus Christus. Nou, zou je nog best klinken, hoor, tussen die garageboxen. We hebben 2 minuten. Voor de prutselwerk zijn Sniper Shocks en Screaming Shocks als finale. Ik heb geen idee. Zena Big Shots, dat ziet er niet big uit. Blue Salute en White Strobe. Wat een al die vuurwerk dit! Nu gaan we het mooiste doen, dames en heren, van deze video. Gratis vuurwerk. Gratis vuurwerk is altijd mooi. Shock gaan we doen. Een mooi plankje vol. Hele pakketje in één keer. Eentje ging niet de goede kant op. Dat waren ze allemaal. We moesten even een paar nog voor een tweede keer helpen, maar het is gedaan. Shooting Stars. Oh ja, die had ik ook naar uitgezocht. Funketime Gold Strobe. Voor zo'n klein potje, heel mooi. Volgende keekje wordt Time Rain, die is een mooie. Van Nico Firework. 2 tegelijk. Oh, de volgende is ook mooi. Van Funke, Snowblind.
We gaan weer single shotten. De Mamma Mia. Zitten er drie in? Ik ben benieuwd of er drie gelijk zijn of drie verschillende. Dat is me niet bekend. Er moet fluit in zitten in elk geval. Omdat ik geen shells heb dit jaar. Nog een paar single shotjes, dames en heren. En omdat de vuurpijlen te hoog gaan in de mist. We gaan de El Monstro doen. Twee keer El Monstro, want als het goed is zijn vier dezelfde. Maar we gaan het zien. Als je goed kijkt, zie je de achterhuizen. Niemand heeft hier meer stroom. Stroom is uitgevallen in Limburg. Blijkbaar niet alleen hier in het dorp. Maar wij stoken gewoon door. We gaan verder met deze, de Eagles. Dus even kijken of deze de mist in gaan. Ik hoop dat de mist een beetje weggetrokken is, dat zie je natuurlijk nu ook niet. Redelijk. Ze staan ook op de nominatielijst om verboden te worden. De vuurpijlen. Dus ook maar extra van genieten vanavond. Oh, die was mooi rond. And now all together. Af en toe moet je ze even helpen. Ja, effecten zijn beter te zien, hè? Die andere gingen goed. We gaan het hoger opzoeken met de triplet rockets. 40 gram. Nederlandse pijlen. Wolfvuurwerk. Ja, er zat ook nog een kade tussen. Dat zagen jullie niet. Maar wel beter dan daarnet. Vuur. Oh, waar gaat die heen? Ah, hetzelfde pijltje, ja, die is ook hetzelfde. Nou, steekt hij maar af dan. Het zijn drie keer dezelfde pijlen. Volgende worden de titanium rockers, dat zijn 20 grammetjes, dus die gaan niet zo hoog, dus die staan weer goed in beeld. Maar we hebben inmiddels weer stroom als het goed is. Kijk daar, zie je dat? Dus de mensen kunnen weer televisie gaan kijken. Zullen ze wel weer last van ons hebben, want eerder was, oh wat mooi allemaal, want we vervelen ons dat we geen tv hebben. En nu staat de tv weer aan, dan stoort de vuurwerk weer, want zo werkt dat natuurlijk, hè. Maar ja, boeien, we gaan beginnen. Als eerst gaat de rode. En nu gaat de zwarte. Mooi hoor, die staart. We zeggen saluut to de gouden. Dan is het tijd voor de groene. En tot slot de zilveren. Blijf zeggen, 20 gram. Hè. Ze zijn wel duur, maar de kwaliteit is goed. Moet je nagaan als je deze 40 gram kunt krijgen. En dan gaan we nog één keer allemaal tegelijk doen. En dat waren alle effecten van de Titanium Rockets. We hebben alweer even genoeg pijlen gezien. Sky passief en nog twee. Ik heb geen idee. Ik steek er gewoon aan. Maar die cakes zijn goed te zien. Daar is niks mis mee. Alleen de pijlen niet en de shells. Maar shells, die heb ik dit jaar niet. Dankjewel OM. Scheelt me wat ergernis vanavond.
Volgend setje wat we gaan doen is de Carbon Rockets. Kijk. Ook weer 10 stuks, 5 van 5. Dus dan is de eerste paar los en dan alles tegelijk. Welke wil je de eerste? Wij discrimineren toch niet? Wij doen als eerste zo'n zwarte. De zwarte! De zwarte, ja, ja. De blauwe! Hey, kom naar smerpen. Ah, Sonny, die zag je niet op beeld, maar was wel mooi. De rode. Kijk, wel hetzelfde als die blauwe net, alleen zag je nou beter dat die rood veel feller is. Het groene, ja. Ah, netjes hoor. En de paarse. Er zal een paarse zitten, hè, met brokade. Oh, wat een verrassing. En nou, all together. Tenminste, eentje was losgeschoten. Snel rond, John. Dat is warm, hè? En dan blijven er twee steken. Mooie pijltjes. En zo zijn we alweer aan het einde van de video. Volgende keer gaan we verder en dan hebben we een hele lange ratelband. Tenminste, hij is niet lang, maar hij doet er heel lang over. En dan gaan we allerlei dingetjes bij. Natuurlijk is er nog verder prachtig vuurwerk, zoals vuurpijlen, cakeboxen, single shot, kortom. Volgende keer gewoon weer kijken.